Op Duivenvoorde vindt in het weekend van 27 en 28 juni het Nationaal Portrettenweekend plaats. Dat is een zomerfestival in het kader van de tentoonstelling Adellijke Familieportretten op Duivenvoorde. We hebben bijzonder veel adellijke familieportretten, zo'n 150, ook veel in bruikleen. En we wilden mensen ook op een andere manier kennis laten maken met onze portretcollectie. Vandaar dit zomerfestival met allerlei flitscolleges, documentaires, rondleidingen door experts die op een hele andere manier naar onze portretten kijken. En op zondag een familiedag met, nou ja, van alles te doen, workshops, een place du théâtre waar mensen zich kunnen laten tekenen, mensen kunnen zich laten fotograferen, er zijn kunstinstallaties, er is een echte portrettenjacht met een soort vossenjacht met personages uit het kasteel, er zijn pannenkoekjes, er is van alles. Hallo Femke, kun je vertellen wat het is? Ja, dit is een soort game en kunstinstallatie tegelijk, hij heet Mono Banda Play. En als je hem op je hoofd zet, dan zie je jezelf van boven. Een beetje zoals in een game. Of als mensen wel eens vertellen, als ze buiten zichzelf zijn getreden, dat je jezelf van boven ziet lopen. Want we hebben daar cameraatjes verstopt. En hier zit een schermpje in en dan zie je jezelf lopen. Ik hier als Poppy. En als Poppy treed ik op en dan heb ik een jurk aan met allemaal briefjes. En op die briefjes staat welk muziekje ik voor degene ga spelen die dat uit mijn rok pakt. En als mensen zo'n briefje uit mijn rok gekozen hebben en ik heb het muziekje gespeeld, dan mogen ze uit mijn hoed een spekje pakken. En op wat voor manier bent u hier gekomen bij dit weekend? Ik ben gevraagd, want ik heb hier al eerder gespeeld, dat was met kerst. En toen had ik een jurk met kerstverlichting en kerstballen. En nu heb ik een lekkere roze jurk met spekjes en meer voor deze temperatuur. Dit is mijn beroep. Ja, ik treed op festivals, fairs en andere gelegenheden. Ja, ik heb begrepen dat het alleen voor meisjes is, dus ik heb niet mee mogen kijken. Dus, maar volgens mij was het een leuk liedje en ze bleef matuur, dus volgens mij vond ze het heel erg leuk. Ik ben Melin en ik ben met de installatie Alleen voor Meisjes en het is van Festival Tweetakt Kaap. En deze installatie kunnen mensen een persoonlijk liedje laten zingen voor hun. Dat wordt voor hun geschreven ter plekke en dan een paar minuutjes wachten en dan kunnen ze in de kijkdoos hun persoonlijke liedje zien en luisteren. Ja. En waarom is het alleen voor meisjes? Het is geschreven door zanger Goslink. En die wilde liefdesliedjes voor meisjes. Omdat het droom is van ieder meisje, vindt hij, die een liefdesliedje voor laat schrijven. Maar jongens, ouderen, jongeren, iedereen is welkom. Ik ben Alex Kruseman van de Kruseman-familie. Heel veel schilders die allemaal eigenlijk schilderijen maken. Een paar hangen hier in dit kasteel. En een andere paar hangen in de Muiderslot en eigenlijk overal. Nou, en ik ben deel van de Krusemans en daardoor kan ik ook heel goed schilderen. Kijk, mooi hè? Dus ik heb eigenlijk de gave om portretten uit, eigenlijk de mensen op het portret uit het schilderij te halen. En echt met ze in gesprek te gaan. Ik vind eigenlijk veel interessanter wat het verhaal nou eigenlijk achter die portretten is. In plaats van de schilderkunst. Dus ik ben met ze in gesprek gegaan. En ik heb nu 6 schilderijen tot leven gewekt. Maar ik ben ze een beetje kwijt.
Ze lopen hier een beetje op het terrein rond zo. En dus ik heb een paar mensen bij elkaar weten te krijgen, allemaal kinderen, die zijn nu op weg om die schilderijen van mij terug te zoeken. En dan moeten ze allemaal stempels verzamelen. En die stempels, daar kunnen ze dan eigenlijk alle schilderijen mee verzamelen. Dus ik hoop maar dat ze kunnen vinden, want ik maak me wel een beetje zorgen. Als papa erachter komt,